Als je kijkt wanneer je jouw debuut hebt gemaakt in de Eredivisie en waar jij nu staat. En ik weet, je hebt natuurlijk een hele zware blessure gehad die jou ver heeft teruggeworpen. Had je wel, toen je die debuut zo vroeg maakte, had je dan, als je dan 5 jaar verder kijkt, gedacht nu ergens anders te staan al? Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Jij droomt groot. Tenminste, ik nog steeds. Alleen, je wordt ouder. Er komen dingen langs je weg die misschien niet zo fijn zijn, zoals de blessure en andere dingen. Dus ja, het maakt je gewoon sterker. En als je goed bij je hoofd bent, denk ik, dan besef je dat wel. En dan besef je ook dat het niet allemaal simpel gaat, maar dat je alles en elke dag eraan moet doen om beter te worden en beter willen zijn. En ja, dit soort dingen besef ik wel. En ik wou natuurlijk ergens anders zijn, maar dat is weer achteraf praten en dat doe ik niet. Ik ben nu hier en ik ben er blij mee en ik moet gewoon zorgen dat het hier gebeurt. Je stond eigenlijk op het boek als een groot talent. We hadden het er net al even over. Je bent ook wat teruggeworpen, onder andere door die zware blessure. Is dat iets wat voor jouzelf op enige manier een rol heeft gespeeld de afgelopen jaren? Dat je een soort van door de buitenwacht heel erg als talent werd bestempeld en dat je daarin ook veel verwachtingen moet waarmaken? Dit is een lastige vraag. Je neemt het nooit echt, zeg maar. Ja, je weet het wel dat het over je gezegd wordt of wat dan ook. Maar het enige ding waar je op focust is het veld en het voetbal. Dus ja, de verwachtingen waren altijd hoog, vooral bij Ajax. Want het is toch een hele grote club. En het past bij Ajax ook. Dus ja, daar moet je leren mee om te gaan. En, ja, dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Dat ja, tuurlijk. Alleen, ja, ik zie het niet zozeer als verwachtingen. Ik legde altijd veel druk op mijzelf eerder dan dat ik het voelde van andere mensen. Dus ja, het is hoe je het maar neemt en ziet. Heb jij nog een bepaalde bewijsdrang bij Utrecht? Dat je denkt, verdorie, ik wil het daar nog laten zien omdat het er nog niet uit is gekomen? Ook, maar ik heb ook net gezegd, ik ben nu hier voor een jaar en dit is waar ik mij op focus. Mm-hmm. En je kan het cliché vinden of niet, maar het is echt zo. Ik heb veel dingen om voor te spelen en dat is nu op dit moment hier. Dat is niet over een jaar bij Utrecht. Het belangrijkste is wat dit jaar gebeurt. Ik zag jou toch een paar keer al lekker scoren volgens mij. Hoe voel je je hier? Ja, maar ik heb ook heel vaak gemist hoor. Oké, meteen kritisch. Ja, tuurlijk. Ik heb veel gescoord, maar veel gemist en zo moet je dat zien.